Met dagelijks tussen de 50 en 80 besmettingen is de verspreiding van het COVID-19-virus nog te hoog. De aangekondigde weekend-lockdowns moeten deze dagelijkse besmettingen terugdringen, zegt minister Amar Ramadien van Volksgezondheid. De maatregelen moeten helpen het besmettingspercentage omlaag te brengen. Aan de andere kant willen we ook met de beoogde weekend-lockdowns zien dat het percentage aan positieve gaat dalen. We zitten nu nog bij de 20% aan positieve, soms een dag minder, een dag meer. Gisteren bijvoorbeeld was het 16%. En we hopen dat deze trend zich verder voortzet. Dus dat de daling aan percentage positieve verder gaat. Met de weekend lockdowns in ons met alle committeren aan de beoogde doelen en de maatregelen, dan weten we dat er een daling zal komen. Als die daling genoeg zal zijn om te zeggen dat we tevreden zijn, dat zal moeten blijken na die twee lockdowns. Aan de andere kant weten we ook dat de zorg enorm onder druk staat, heb ik al dinsdag aangehaald, en dat wij proberen alles op alles te zetten, op alles op alles te doen, om de zorg nog staande te houden, de reguliere zorg in ieder geval, maar ook de COVID-zorg. De komende periode en vooral ook tijdens de weekend lockdowns wordt er een beroep gedaan op de samenleving om zuinig om te gaan met water en elektriciteit, benadrukt de minister. Dit komt vanwege verschillende oorzaken, maar één belangrijke oorzaak is dat er technische mankementen zijn, maar ook pompen die niet adequaat genoeg functioneren. En bij een mogelijke uitval van deze pompen, zowel de water- als stroomvoorziening voor ons allen in gevaar kan komen. De mensen van de bedrijven die werken aan het probleem, maar is er garantie voor energie en water. Maar het beroep op de samenleving is om zo zuinig mogelijk om te gaan met water en met elektriciteit. Dat is een beroep, het beroep welke gedaan wordt op de samenleving ter garantie om de elektriciteit en water voorziening te garanderen. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid gaf aan dat de weekend lockdowns en ook de dagelijkse avondklok ervoor moeten zorgen dat de dagelijkse besmettingen minder worden. De weekend lockdown begint morgenavond om 7 uur en duurt tot en met maandagochtend 5 uur.